Yep. Anja Frikke van het DDR Museum, of in elk geval, je werkt bij het DDR Museum. Ja. Vandaag ben jij de persoon die het DDR Museum bij ons vertegenwoordigt, precies. Jullie hebben een expositie hier beneden en we hebben net al een beetje gehoord over jouw tijd dat je daar gewoond hebt, hè, achter de muur. Kun je nog eventjes ons vertellen wat we daar gaan zien? Op de expositie. Wat zien jullie op de expositie? Ja, we gaan proberen die DDR in alle hun kleurrijk en facetten te organiseren. Dus wat houdt dat in? We laten mooie gebruiksvoorwerpen zien. Hoe ging het in het dagelijkse leven van een arbeider? Maar ook aan de andere kant de politiek inderdaad. De Stasi komt iets naar voren. De grens inderdaad zelfs. Hoe zat het in elkaar? En hoe zag iemand van de politie inderdaad eruit? Die herkende je toch niet? Dat was toch juist de grap? Dat je nooit wist wie aan jouw kant stond en wie aan de andere kant? Nou, van de Stasi inderdaad, dat wist je niet, maar je rook het wel. Dus dat... kun je dat omschrijven? Dus een beetje naar sigaretten en alcohol, denk ik. Ja, misschien nee, inderdaad. Nee, Marinka. Dus, als je mensen inderdaad urenlang boven op een kamertje moeten zitten, ja, misschien wel. Dan rook je dat wel. Dat kan. Maar nee, dat is gewoon een instinct die je waarschijnlijk opbouwt. Ja. Maar dat proberen we inderdaad in die expositie allemaal duidelijk te laten zien. Het is ons motto is eigenlijk een beetje evenwicht zonder saaiheid. Dat betekent dus dat we alle kanten inderdaad proberen laten zien. En niet alleen nostalgie, wat je tegenwoordig zo vaak hoort. En ook niet alleen das Leben der anderen van zwaar depressief. Dus dan komen ook geen mensen. Juist dat lastige van zo'n maatschappij waar je niet weet wat er nou precies, wat je kan vertrouwen, wat niet. En wat goed is en wat niet. En de expositie is 3 maanden lang te zien hier in de OBA op de 3e verdieping. Ja, dat klopt. Vanaf 9 november, dat is de openingsdag. Daarna inderdaad blijft het 3 maanden staan. Dus wie wil komen... Is welkom. Ja, die is welkom. En het gaat leuk. Dus op 9 november open. Ja. Hele korte vraag. Gaan jullie 9 november 's avonds echt groot feest vieren? Of is er ook een beetje bezinning? Zeker. Het ene en het ander sluit waarschijnlijk niet uit. Dus eerst het ene en dan komt weer het andere. En dan de herinneringen komen toch terug. Maar er zijn geen grenzen meer. Hoe zitten we? We zitten hier in Amsterdam. Ja, en Duitse Russen. Jullie komen uit... Amsterdam is puur Amsterdam. Ja, heel goed. Ik ook. Maar de grenzen bestaan niet meer. Ja. Want grenzen bestaan alleen maar voor de belasting en voor het geld. Maar voor de mensen, we wonen op één klein aarde en we zijn allemaal mensen. Ongeacht kleur, nationaliteit. Ja. Maar? Gender. Er zijn wel mensen die een beetje verschillen van andere mensen. Het zijn op het begin acteurs en de mensen die acteurs spelen. En dat is een beetje een raar bruggetje, maar... Nou ja, goed, je hebt je best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Ja, nee, we gaan...